Uit onderzoek van Pick-up Point Schiphol blijkt dat mensen die van vakantie terugkomen als eerste brood, kaas, fruit en zuivel aanschaffen. Wat vindt u van die resultaten? Het verbaast me niet, want wat je ziet is, ik noem dat heimweevoer. Mensen hebben altijd heimwee naar waar ze vandaan komen. De pindakaas op het brood in de ochtend. Melk inderdaad, en melk was niet lekker. Ja, het vlees is ook anders. Een grote, dikke hamburger. Voedsel is ook emotie, dus het geeft ook een thuisgevoel. Het warme hondenmandgevoel, daar hoort het ook allemaal bij. Hagelslag bijvoorbeeld, dat is toch zo Hollands. De Hollandse melk bij het ontbijt, dat Hollandse brood. Chocopasta. Gewone bruine boterham. Heel simpel. Maar dat vind ik dan toch het lekkerst. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld, ook Azië, dat zijn geen broodlanden. Ze hebben gewoon niet echt lekker brood. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dan zegt, hey, ik mis dat volkorenbrood. Ik vind het fijn dat weer te hebben. Kaas. Nou, daar smaakt de kaas gewoon niet echt lekker. Gezond eten, vitamine. Als Amerikanen weer terug zijn in Amerika, willen ze ook weer Amerikaanse hapjes. Als Fransen terug zijn, willen ze ook weer Franse kaas in plaats van de Hollandse kaas. Dus dat is internationaal. Hij mist de bananen. Het enige wat ik drink is melk, bijna. Mannen willen als eerste drank en vrouwen als eerste fruit. Hoe verklaart u dat? De meeste mensen komen aan in de vakantie en dan willen ze van de pretspekjes af. En dan denken ze, nou, ik ben nu geland, nu is het weer tijd voor gezond. En dan begin je gelijk met fruit en gezonde groenten en sla. Ja, fruit, dat heb ik wel een beetje gemist. Ja. Met toch Jan? Die miste ik gelijk. Zure bocht. Was niet te zuiver als je niet in de koelkast had zitten. Als je thuis komt van vakantie, dan krijg je toch de lege koelkaststress. En er zit niks in. En dat wil je dan wel bijvullen. Want mensen vinden gewoon dat die koelkast altijd vol moet zijn. We hebben altijd veel te veel. Maar dat vinden we prettig. Dat geeft een comfortabel gevoel. Ik ben blij als ik vanavond weer richting supermarkt ga en mijn eigen dingen kan uitzoeken. Melk. Nou, Stijn. Melk. Ja. Ik neem hagelslag.